In maart, wereldwijd erkend als Darmkanker Awareness Maand, worden de schijnwerpers gericht op één van de meest voorkomende, maar vaak vermijdbare vormen van kanker. Met een missie om bewustzijn te vergroten en levens te redden, wordt deze maand aangegrepen als een kans om educatieve initiatieven te verspreiden, preventieve onderzoekingen te promoten en steun te bieden aan degenen die getroffen zijn door deze ziekte. Astrid van Eer, secretaris van de Stichting Kankerdiagnostiek Preventie in Suriname, zegt dat darmkanker de tweede meest voorkomende kanker is bij mannen en de derde meest voorkomende kanker bij vrouwen. Darmkanker wordt in Suriname in de meeste gevallen laat ontdekt. Bij darmkanker is bloed in de ontlasting, slijm, buikpijnen. Wat ik jammer vind is dat we heel weinig dat darmkanker neemt, is nou tweede kanker bij mannen en derde kanker bij vrouwen. Mm-hmm. Bij vrouwen heb je 1 borstkanker, 2 baarmoederskanker en darmkanker. Bij mannen heb je prostaatkanker en dan darmkanker. En waarom het een beetje te laat ontdekt wordt, want je hebt 4 stages, mm-hmm. stage. En meestal als men het ontdekt in Suriname, is het al stage 3 of 4. En dat komt omdat je hebt die nieuwe toiletten, je ontlasting valt direct in het water, oei. Dus je bloed lost op, je slijm lost op, dus je kan het niet zien. Terwijl als je zo'n ouderwets toilet hebt dat op het plateauotje is en je draait je om en je kijkt, en je ziet een spotje bloed, kan je gelijk naar de dokter gaan. Wil niet zeggen als je een spotje bloed ziet dat je kanker hebt. Van Eer geeft verder aan dat darmkanker bij een ieder boven de 40 jaar kan voorkomen. Hoewel onderzoek nog niet heeft uitgewezen of darmkanker erfelijk is, zegt Van Eer wel dat deze kankersoort familiair is. Het kan familiair zijn. Erfelijk is nog niet echt bewezen. Meestal is het, want je hebt verschillende soorten natuurlijk, hè? Mm-hmm. Ook weer. Maar meestal is het bij mannen, het gaat van mannen van vader op zoon. Oh. Of neven. Dus men onderzoekt nu als het echt erfelijk is of genetisch is. Dus dat soort onderzoek wordt nog gedaan. Van Eer benadrukt dat om darmkanker of enige andere kankersoort te voorkomen, men gezond moet eten en voldoende in beweging moet zijn. Het volledige gesprek met Astrid van Eer kunt u morgen terugzien in ons programma In Gesprek Met op kanaal 12.1 om 9 uur in de avond.